van de regering die alleen maar cadeaus geeft aan die grote multinationals. Skaten. Dat de welvaart steeds schever trekt met aan de ene kant verarming, uitsluiting van gewone mensen, met een middenklasse die begint weg te zakken naar beneden. Over een herverdeling van welvaart moet durven spreken over belastingen. De vorige regering bakte niks van de belastingshervorming voor de burger, terwijl ze wel voor miljarden de belasting op bedrijfswinsten heeft verlaagd. De regering De Croo belooft nu een echte hervorming van de belasting. Daartoe zijn eerlijke bijdragen van hoge inkomens en vermogens nodig. Sterke schouders kunnen best wat zwaardere lasten dragen. En daarom wil het ACV een vermogensbelasting van 1% op de eerste schijf van 1 miljoen vermogen. Geschatte opbrengst 6 miljard euro. De belasting op hard werken kan dan omlaag. Als een eerlijke fiscale bijdrage aan andere inkomens. Uit speculatie, uit verhuur, uit vermogen, uit meerwaarde, noem maar op. Politici moeten meer aandacht
hebben voor wie het moeilijk heeft. Meer respect kunnen genieten. Fair play is fair pay. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en een goede manifestatie. Merci à tout le monde et bonne manif. Et maintenant, c'est Thierry Boxon qui prend la parole. Thierry. Wel, zal de herfst warm zijn. Liefde uit, ja, die zal er zijn. De warme herfst, als ze niet naar ons luisteren, kameraden. Samen sterk, als ze... Jamais mettre la situation dans le secteur ou de l'entreprise en danger. Il est temps de modifier la loi de 1996 pour que nous puissions retrouver notre liberté de négociation. Permettez à chacune et à chacun de vivre dignement, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. C'est la garantie aussi que votre entreprise sera encore là demain et après-demain. Donc tous ensemble, nous y arriverons. Ayez le regard ouvert sur ces enjeux et sur cette nécessité d'augmenter les salaires. Van een index wordt niemand rijk. Een index zorgt ervoor dat na verloop van tijd je koopkracht terug op hetzelfde niveau komt als wat je 1 jaar verdient. Maar wat je ondertussen kwijt bent geraakt, dat blijf je kwijt voor altijd. De compensatie van de index is dus niet perfect. Het kan altijd nog beter, maar het is het beste systeem dat we op dit ogenblik hebben. Dus we moeten dit systeem, de aanpassing van onze lonen en uitkeringen aan de stijging van de levensduur, absoluut verdedigen. Van de index kom je niet aan. Betogingen. Dankzij deze manifestatie zijn de politieke lijnen aan het verschuiven. Er zijn meer en meer regeringspartijen die zeggen dat deze loonwet moet gewijzigd worden. Dus moraal van dit verhaal is, wanneer er druk komt, dan bougeren de lijnen. En als deze betoging niet genoeg is, dan komen wij in september terug, dan komen wij in oktober terug, dan komen wij in november terug, totdat de loonwet gewijzigd wordt. Het kan niet zijn. Wanneer er niet is, of we het of we het niet kunnen doen, of we het niet dan wordt het niet. Thank you.
Merci. Regarde. Vas-y, prends deux. Vas-y. Voilà. 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 Bravo. Aujourd'hui, on est là pour ça. On est pour casser la loi de l'anarchisme. On n'accepte plus. Il y a trop longtemps qu'on nous promet. Bonjour, Danaël.